helemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe serie. En ja, in deze serie ga ik jullie laten zien wat ik beleef. Gewoon, ja, avonturen die ik beleef. Ik weet niet of dit een avontuur is, maar ja, goed. Ik zit hier nu in mijn opduwer, zo heet deze boot. Dit is een bootje die vroeger werd gebruikt om andere boten te duwen. Daarom heet hij een opduwer. En ik zit hier nu bij de motor, op mijn bed. Er zit, ja... Deze motor is zo groot. Ik heb eigenlijk te weinig ruimte om te slapen nog. Maar ja, goed. Dit is een 6-cilinder Baudijn dieselmotor. Dit is een langzaamloper. Een hele ouderwetse motor. Dit is denk ik... wat is het? 80 jaar oud of zo? Denk ik. Nou, dit is in ieder geval een Franse motor met 6 cilinders. Nou, laten we het in ieder geval houden op een hele sterke motor. Want deze motor heeft namelijk 90 pk. 90 paarden. Ja, 90 pk paardenkracht. Maar goed, dit is gewoon een hele sterke motor voor zo'n boot. Want dit is een boot van 8 meter. En deze motoren horen normaal in vrachtschepen te staan. Dus ja, je kan wel nagaan. Dit is een hele sterke motor. Oh ja, en voor de mensen die dachten, waar ga je vanavond slapen? Ja, hier dus. Dit is mijn bed. Dit ligt oprecht nog best wel lekker. Gewoon een matrasje. Het is op zich best nog wel groot. Je kan hier met z'n tweeën denk ik net liggen. Maar in ieder geval, ik ga denk ik eventjes vissen. Let's go. Ja, dit is wel jammer. Er zit geen olie meer in het olielampje. Daar heb ik geen licht vanavond. Even kijken of ik nog olie heb. Ja, ja. Lampenolie. Ja. Dat kan in dit lampje. En in het lampje zit een lontje. En die zuigt die olie op. En dan steek je het aan. En dan gaat het in de hand. Ja, ja. Open. Hij is open. Oké. Hopsakee. Je kan er weer tegenaan. Je kan weer een paar dagjes branden. Dop je er weer op. Ja. En hier heb ik nog een voorraad eten en drinken. Ja, ik weet het. Ik ben veel te slecht voorbereid. Maar goed, ik ga toch maar één dagje weg. Eén avondje eigenlijk. Maar goed, ik ga nu even lekker knakworstjes tjappen. En ja, dan weet ik het eigenlijk niet wat ik dan ga doen. Maar goed. Dit noem je dus koken op de ouderwetse manier. Dit werkt precies hetzelfde als dat lampje. Er zit gewoon olie in en een lontje. En dan gaat er een vuurtje branden. En daar kan je dus eten op koken. Ja. Heerlijk. Nou, ik moet zeggen, ik zit hier toch wel best wel lekker, ondanks dat het regent. Maar moet je eens kijken, joh. Echt, deze foto van mij. Ik moet zeggen, ik vind het een best mooie foto. Je ziet mij mooi met die ouderwetse olielamp naast deze bijna 100 jaar oude machine.
Het regent buiten. Maar het heeft toch wel wat. Heeft toch wel wat gezelligs. Ik zit hier mooi met het raampje open. Krijg ik toch nog wat frisse lucht. Ja, ik geniet wel. Nou, dames en heren. Het is inmiddels een paar uur later. Ik heb net ook mijn nieuwste YouTube-video geüpload. Als je die nog niet hebt gezien, die is van vorige week zondag. Bekijk hem dan zeker even. En het is inmiddels ook gestopt met regenen. Heel mooi. En het is echt muisstil. Jullie zien mij waarschijnlijk bijna niet, maar het is prachtig. Er is bijna geen wind. Het water is gewoon zo vlak als een spiegel. En je hoort helemaal niks. Alleen de krekels. En een paar vogels. Genieten. Het luik moet snel maar weer dicht. Er komen allemaal muggen binnen. Godverdamme. Nou, goedemorgen allemaal. Ik heb even lekker een frisse duik genomen. En ik heb even wat gegeten. En nu ga ik denk ik even de boot schoonmaken, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Nou, dames en heren, ik denk dat het tijd is om deze motor eens te gaan starten. Want ik ga zo varen. En wat ik als eerste ga doen is even wat olie aanbrengen. Op de tuimelaars, zo heten deze dingen. En dan glijdt olie naar beneden via de stoterstangen. En dan wordt alles mooi gesmeerd. Dat is wel belangrijk. Hier ook even wat. Het is niet sleuteltje om en gaan. Je bent eerst wel 3 minuten ongeveer. Ja, wel gauw 3 minuten bezig om de motor aan de praat te krijgen. En wat ik nu ga doen, is ik ga het vliegwiel op de juiste stand zetten. En eerst zet ik even alle brandstofhendels. Dit zijn de brandstofhendels. Zet ik deze kant op. Zodat de motor geen compressie heeft. Dat betekent dat ik hem nu gewoon heel makkelijk kan tarnen. Wat ik nu doe, is ik ben hem nu aan het tarnen. Gaat een beetje zwaar. Maar dat hoort erbij. Nu staat hij als het goed is in de juiste stand. Dat kan ik controleren
als hier speling op staat. Hij staat nog niet in de juiste stand. Dus dan draai ik hem nog een keer. Nu staat hij in de juiste stand. Dat betekent dat de zuiger op het punt staat dat hij, wanneer er lucht bij komt, naar beneden wordt gedrukt. En dat moet ook. En het is ook belangrijk om eventjes wat brandstof te pompen. Daar ben ik nu mee bezig. Zo. Nu heb ik even een beetje gas gegeven, dat de motor straks nog makkelijker start. En wat ik nu ga doen, ik zet deze luchtkraan open, zodat de motor straks lucht krijgt om te kunnen starten. Zit goed dicht, maar hij is open. En dan zet ik nu de kleinere luchtkraan op de motor zelf open en dan kan ik hem gaan starten. Nu zet ik de hendel op de motor vooruit. Ben ik even wat lucht aan het draaien, zodat ik hem straks de motor uit doe, daarna weer gewoon kan starten. Nu komt de motor de uitlaatgassen in deze tank. Oh, wat een rook. Thank you.
the fuck? Ik heb er één.